We staan hier bij de Sint-Janshoeve aan de Werk. Het pand wordt na een verbouwing met de nodige vertragingen geopend met een unieke in- en outdoor lifestyle evenement. De hoeve heeft het afgelopen jaar een complete metamorfose ondergaan. Het prachtig verbouwde pand is nu het onderkomen voor een vijftal bedrijven. De familie van der Putten, met onder andere houten vloeren, houtbouw, vloerexpertise en haarstaling. Ter gelegenheid van de feestelijke opening wordt er een driedaagse in- en outdoor lifestyle evenement gehouden. Een vijftiental Nunense bedrijven presenteren zich hier van hun beste zijde. Verder heeft Martijn Michels zijn nieuwe verandabedrijf hier ondergebracht. Ik heb begrepen dat dit gebeuren waarschijnlijk nog vaker gaat plaatsvinden. Ja, dat is wel onze opzet in ieder geval. We hopen dat ook de andere stand de deelnemers tevreden zijn. Maar ja, dat is ook nog afwachten de eerste keer. Maar zoals het eruit gaat zien met een mooi weer, kan het eigenlijk niet meer een stuk. Maar we willen het twee keer per jaar herhalen. De avonden worden afgesloten met een flitsende modeshow. Nicole, we hebben zojuist een erg leuke show gehad. En mijn vraag is eigenlijk, was dit helemaal een Nunens gebeuren van Nunense ondernemers? Ja, helemaal. Helemaal? Ja, ja, er is Wendy is erbij van Wendy's Jeans Shop. Zij zit op de Vincent van Goghstraat. En Marie-Louise van Blush, zij zit hier op de Berg. En wij hebben met z'n drieën samen dit georganiseerd. De dames, waren dat allemaal professionele modellen? Nee. Geen van allen. Nee, allemaal niet. Het zijn allemaal klanten van mij in de kapsalon. En ik heb ze gevraagd of ze mee willen lopen met deze modeshow. En dat vonden ze allemaal erg leuk. Ze waren wel heel zenuwachtig. En ik ook. En ik wil nog jou feliciteren met de opening van dit prachtige pand. En er gaat nog veel meer gebeuren, heb ik begrepen, in de toekomst. Ja, dat is wel de bedoeling. Wij willen verschillende dingen wel gaan organiseren. Net zoals dit wat we nu doen, ja, willen we wel iets vaker gaan organiseren. In ieder geval als het een succes wordt. Nune is weer een prachtige, sfeervolle bedrijfslocatie rijker.